Yo, yo, welkom mensen, welkom bij Polen tegen Zwitserland. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het EK tegen Polen en Zwitserland. Ik hoop dat jullie hem gezien hebben. Vanavond speelden ze om, of vanmiddag speelden ze om 3 uur begonnen ze. En ik heb een beetje een klein verslagje erover, een samenvattingje over tussen hoe een Polen en Zwitserland ging. Ik speel hier op dit moment ook de Polen en Zwitserland. Hier vallen er veel meer doelpunten. Dan in de echte wedstrijd. Ik hoop dat jullie echt genoten hebben van de wedstrijd. Ik heb er niet heel erg van genoten. Ik viel een beetje in slaap. Terwijl ik eigenlijk best wel voor Polen was. Maar toch vielen ze me best wel zwaar teleur. Ik hoop bij deze video dat ik... Ik sla een hele andere nieuwe weg in. Ik doe nu iets heel anders. Ik doe het nu hopelijk iets beter. Ik hoop dat jullie het ook wat beter horen. En dat soort. En zo enzovoort enzovoort. Ik moet zeggen dat het EK tot nu toe erg slecht is. Maar ik ga me meer focussen op de wedstrijd tussen Polen en Zwitserland. Polen-Zwitserland was gewoon een domper. En dat kwam merendeels omdat Polen was in het begin heel erg aan het aanvallen. Ze maakten in de 30, 40 seconden maakten ze bijna een doelpunt met ondanks aan Milik. Milik scoorde bijna voor Polen. Alleen... lukte hem maar niet en lukte maar niet. Lewandowski kreeg op het laatst of in het midden van de tweede helft of de eerste helft, weet ik niet meer, kreeg hij echt een hele zware overtreding. Er werd geen rood voor gegeven. Dat vind ik wel erg slecht, want in principe zou je daar rood voor moeten geven wat hij voor overtreding maakte. Ik hoop dat jullie die gezien hebben, die overtreding, en misschien wat jullie ervan vinden. Zet sowieso in de comments, zetten jullie... iets er neer van wat jullie ervan vonden. Van die overtreding op Lewandowski. Zelf vond ik Lewandowski niet erg goed. Normaal is hij bij Bayern München hartstikke goed. Hij doet alles hartstikke goed. Heel veel doelpunten gemaakt. Alleen tijdens het week of tijdens het EK komt hij niet meer echt uit de bus. En dat is wel erg jammer natuurlijk voor zo'n speler. Want hij verdient hartstikke veel geld. En dan laat hij dit zien op het EK. Erg jammer. Niet alleen voor het team, maar ook voor het publiek en Polen zelf. Zwitserland daarentegen was heel erg slordig. Dat is in de 40 seconden dat Milik die kans miste. Was het ook een foutje van de verdediging. Ze maakten een fout en dat herstelde Polen bijna. Of hun herstelde het niet goed. De keeper speelde terug naar de verdediger. De verdediger speelde terug naar de weer naar de verdediger. En toen kwam Polen eraan en die ging hun storen. En het ging gewoon bijna mis. Het had een doelpunt moeten zijn. Het had al 1-0 moeten zijn voor Polen. Het is het niet geworden. En dat is erg zonde natuurlijk. En voor de rest, ja, dan heb je nog een hele mooi doelpunt aan het einde. En dat moet ik heel erg toegeven. Die omhaal was fenomenaal. Dat was echt een hele mooie omhaal. Een klein mannetje, ik weet even zijn naam niet. Maar die doet het zo hard. Zoveel kracht, het was een hele mooie bal. Dat is zeker de moeite waard om te winnen. Het is jammer dat Zwitserland niet gewonnen heb. Aan de ene kant beter ook wel voor mij. Want ik ben wat meer voor Polen. En dan vond ik het wat mooier voor Polen. Alleen tijdens de penalties. Ja. Penalties kan je nooit zeggen wie de sterker is. Je bent de hele dag aan het voetballen. De hele tijd aan het voetballen. De hele tijd voetballen. En ja, dan ben je op het duur ben je kapot. En dan heb je geen tijd meer voor je penalties. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze commentaar op Polen, Zwitserland. Ik ga denk ik nog wel even Wales kijken. Kijken hoe. Maar ik heb het niet helemaal gezien, dus kan ik niet helemaal zeggen. Please like, subscribe, duimpje omhoog of niet. En comment sowieso. Ik spreek jullie nog.